Dag mensen, ik ga jullie vandaag de Outbreak Edition van Dead Rising 2 uit de doos halen. Nou, dit is de doos. Het is best een groot doos. Hij is niet zo zwaar. En als het goed is, zit er dit allemaal in. Dat is het spel. De making of van Zombrex. Plus wat downloadbare content. En ja, wat boekjes. En waar het allemaal om draait om de Outbreak Edition is het poppetje die je erbij krijgt. Dus nou, daar ben ik ook even benieuwd naar. Kijken hoe het eruit ziet. Nou, dat gaat lastig met één hand. Ik ga het even de camera opzij leggen. Zo. Nou, ziet er best wel cool uit, of niet? Een dikke vette zombie met overal bloed. Krijgt de helm erbij. Die ook origineel in het spel zit. En een pionnetje. Nou, het is voor mensen boven de 18 jaar. Dus daarom ook zo'n waarschuwingssticker erop. Dat eigenlijk niks voor kinderen is. Zo, dan gaan we het even openmaken. Want naast de Outbreak Edition had je ook de Steelbook Edition. Die vond ik niet echt denderend. Daar zat wat, volgens mij zo'n spuitpennetje in. En een metalen case voor je Xbox speldoosje. Maar uiteindelijk, omdat het dezelfde prijs was, heb ik toch voor deze gekozen. Dacht ik, hier heb je wat meer aan dan zo'n spuitpen. Even kijken, nou, de sticker is er al inmiddels eraf. Zo. Dit is het spel, die je gelijk al tegenkomt. Kijk, daar is dat poppetje waar ik het net over had. Het is, blijft een spel van 18 jaar ouder. Lijkt me ook wel logisch met al dat bloed en geweld. Zomaar in de ceiling. Even kijken wat hier allemaal in zit. Nou, dit is het boekje die je erbij krijgt. Het stelt niet echt iets voor. Kijk, er zitten tips in hoe je zombies kan afmaken. Wel grappig. Ja, ziet wel leuk uit, maar ik denk dat niemand dit thuis gaat uitvoeren. Tenminste, wat heb je eraan? Hoe vaak komen we een zombie tegen in het echt? Maar wel leuk dat je dit, gewoon wel zit wel humor aan. Nou, we gaan even kijken naar het poppetje. De rest zit er niks in de doos. Even kijken voor de zekerheid of hier ook niks in zit. Ah, ja, kijk. Er zit nog een bonus disc over de making of van Zombrex. Als het goed is. Ja. Nou, daar gaan we dadelijk naar kijken. Eerst even het poppetje waarvoor ik het eigenlijk heb gekocht. Nou, is het vast. Nou, het ziet er best wel cool uit. Van stevig plastic gemaakt. Shirtje zit er echt uit. Overhemd. Pionnetje die je erbij krijgt. Maar wel grappig. En de helm. Ik kan het goed eens op zijn hoofd dadelijk neerzetten. Eerst even de zombie losmaken. Want hij zit weer de achterkant vast. Even kijken, hij zit hier ook vast. Ik
lukt niet zo. Dus pak ik even een mes. Het is wel elastisch, dus ik denk dat hij er dan niet uit kan komen. Zo. Kijk, een beetje trekken en dan komt hij vanzelf los. Zo, zit ook goed vast, zijn voeten, andere voet. Zo. Even wat littekens op zijn hoofd. Oh. Zijn broek gaat naar beneden. Nou, cool hè? Ik vind een beetje, ja, ik weet niet. Ik had meer verwacht. Zijn armen zijn niet echt lekker. Oh, die kan je draaien. Oké. Nou, die ook, zijn voetjes even recht zetten. Nou, zijn broek gaat weer naar beneden. Er zitten allemaal wat losjes. Maar het is ook niet echt een poppetje om mee te spelen, maar meer. Kijk, dat is een boekje. Het is gewoon iets om te verzamelen. Gewoon ergens op je boekenplank te zetten. Ik ga even dit maskertje erop zetten. Ik ben best wel benieuwd naar. Hey, kijk, hij gaat er helemaal overheen. Leuk, of niet? Kan je dit er nog op doen? Nee, niet dus. Nou, het is of het helm of zijn hoed. Kan niet alle twee. Ja, dat was het. Dit was de Outbreak Edition van Dead Rising 2. Ik ga nu gelijk het spel spelen. En bedankt voor het kijken.